In september 1944 wordt het verzet gebundeld in de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten. Leeuwarden is MBS gewest nummer 1, met als commandant kapitein Meijer. Onder zijn schuilnaam De Boer gaf hij vanuit zijn woning aan het Engelse plein in Leeuwarden leiding aan het verzet. Alleen na een teken dat alles veilig was, kon De Boer rustig zijn huis binnengaan. Nadat gewestelijke operatieleider kapitein Pander en zijn adjudant Volkert Wierda in handen van de Duitsers waren gevallen, kreeg Piet Kramer leiding van de sectie Operatiën en Sabotage. Pakker Deutschen Hofstra en zijn vrouw Uppie in de Roekstraat behoorden tot de velen die hem onderdak boden. Mannen als Piet Faber en Wim Stegega bezochten hem daar om de taak van het verzet bij de geallieerde opmars te bespreken. Ook Eppie Bultsma, Henk Bonnema en koerierster Dini Sprok waren geregelde gasten in dit centrum van verzet. Er gebeurden ook andere dingen bij bakker Hofstra. Hoofdvoedselvoorziening Henk Bonnema verdeelde het steeds schaarser wordende voedsel. En dat waren niet altijd Edammers. Koeriersten zorgden dat het eten te bestemder plekken kwam. Een ander schuiladres voor Piet Kramer bevond zich in de Mozartstraat, bij slager Van der Wal. Bij dansleraar Huub Adema op de hoek Ibisstraat-Meeuwenstraat werden microfoons aangelegd en werden gesprekken afgeluisterd tussen Duitsers op dansles. De goed voorbereide overval op de Leeuwarder strafgevangenis op 8 december 1944 was een van de belangrijkste activiteiten van het Friese verzet. De kraak werd een grootse afsluiting van de gehele Friese KP, waarvan Piet Kramer de leiding had, totdat die KP opging in de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten. Herenstraat nummer 17 was weer een ander adres voor Piet Kramer. Bij gevaar kon hij hier onderduiken. Voor het contact met de buitenwereld was hij dan aangewezen op zijn persoonlijk koerierster Richje Hofstra. Een ander onderdeel van de MBS was de sabotage-inlichtingendienst. En daarvan had Eppie Bultsma de leiding. Ook Eppie Bultsma woonde op verschillende adressen. Leeuwerikstraat 140 was een officiële adres. Hier aan de Groningerstraatweg woonde zijn moeder en was ook het gezin Bultsma tijdelijk gehuisvest. Ook hier kon iedere onverwachte bezoeker gevaar betekenen. Thank you.
Als hoofd van de inlichtingendienst had Bultsma, die in het verzet onder de naam Eppie van Dijk opereerde, veel papieren onder zich. Mark Wierda en Truus Kuipers behoorden tot Bultsma's groep. Truus Kuipers deed koerierswerk en was min of meer zijn secretaresse. Belangrijk bij de voorbereidingen van verzetswerk was het tekenwerk van vervalser Harms, in het verzet bekend onder de naam Jan Jansen. Hij woonde in de Valkstraat. Eppie Bultsma kwam geregeld bij hem langs. Jan Raukema en Theo Bosman, twee Leeuwarder PTT'ers, zorgden voor het geheime telefoonnet van het Leeuwarder Verzet. Aan het Ruiterskwartier bij de parfumeriezaak van Klugkist wordt op het dak een lijntje afgetakt. Naarmate de oorlog vorderde was het privé-telefoonverkeer praktisch stilgelegd. Het verzet maakte gebruik van een aantal geheime netten. In het hoekpand Groningerplein-Kammergastraat bevond zich een telefoonpost. Het huis van de familie De Jong was een belangrijk knooppunt voor het doorgeven van radioberichten aan de sabotageploegen en het geven van instructies aan de verschillende MBS-groepen.
De twee telefonistes Jos en Corrie waren dag en nacht bezig met het illegale berichtenverkeer. Het afluisteren van de SD, de Sicherheitsdienst, in het Burmania-huis tijdens de laatste 6 weken voor de bevrijding was een laatste grote slag van het Leeuwarden verzet. De verhoren van gevangen genomen verzetsmensen werden via de telefoonlijnen afgeluisterd. Bij de installatie van een nieuwe telefooncentrale voor de SD werd onder de ogen van de Duitsers door de PTT'er Steven Wassenaar een afluistermicrofoon in de telefoonbel verstopt. De microfoons werkten via de telefooncentrale van het Burmania-huis. Hoewel het normale PTT-werk volkomen stil lag, slaagde het verzet erin om een verbinding te leggen tussen het Burmania-huis en de luisterpost, dankzij de medewerking van PTT-technici. De verbinding verliep via het bestaande PTT-net. Boekhandel Wielinga in de Nieuwe Oosterstraat was het adres waar de luisterpost zijn onderdak vond. 5 mannen, Eeuwke Koopmans, Teke Kuipers, Fokker Sieriksma, Lo van der Werf en Liekle van Dijk volgden de gesprekken die in het SD-hoofdkwartier gevoerd werden. Ze werden verzorgd door Jannie de Vries en boekhandelaar Wielinga en zijn vrouw. Berichten die onmiddellijk levensgevaar betekenden, werden via Theo Bosman doorgegeven. Bosman waarschuwde meteen bij dergelijke berichten een koerierster, zoals hier bijvoorbeeld Gina Leenmeijer. Om veilig over straat te kunnen, kleedde Gina zich in een verpleegstersuniform. In deze vermomming ging zij op pad om de mensen te waarschuwen. De mannen van de luisterpost werkten via een vast roulatieschema, 24 uur per dag. 7 dagen in de week moest het Burmania-huis worden gevolgd. De luisterpost in het pand van Wielinga was zo goed als onvindbaar gemaakt.
Bijna al die tijd woonde de familie Wielinga gewoon in het pand. Communicatie binnen het verzet was van groot belang. Als postadressen werden gebruikt veel bezochte plaatsen als kapperszaken en winkels. Het koeriersterswerk beperkte zich niet altijd tot het eigen district. Het behoorde tot de uitzonderingen, maar het kon voorkomen dat Gien Leenmeijer op één dag heen en weer Zwolle fietste. Koeriester Truus Kuipers zien we hier dichter bij huis aan het werk. Tegen het einde van de oorlog waren zo'n 3000 verzetsmensen in Friesland bewapend. Ze waren klaar voor de laatste fase van de strijd. De meeste wapens waren afkomstig van de 22 wapendroppings die er in Friesland zijn geweest. De voorbereidingen van het inzetten van de troepen is de taak van commandant Meijer. Hier bijgestaan door Piet Kramer en Eppie Bultsma. Tot het laatst was het een komen en gaan van mensen die hier ook bij betrokken waren. Uiteindelijk werd het district Leeuwarden bevrijd zonder dat de troepen in actie hoefden te komen. Direct na de bevrijding betrok de gewestelijke staf van de NBS het Birmaniëhuis. De hoofdrolspelers presenteren zich hier nog eenmaal voor de camera. Langzaam kwam het normale leven weer op gang, nadat eerst uitgebreid de bevrijding werd gevierd. Begin mei 1945 kwam Pieter Sjoerd Gerbrandy op bezoek en maakte voor het Birmaniëhuis kennis met de top van het Friese verzet. Thank you.
Op 12 september 1945 organiseerde de vereniging Friesland 4045 een herdenkingsexpositie bij het gerechtshof in Leeuwarden. De 288 gevallenen in het Friese verzet werden hier herdacht. Op zaterdag 14 juli 1945 komt er nog eens hoog bezoek naar Leeuwarden. De opperbevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten, Prins Bernhard. Hij bezoekt ook de Friese BS. Later dat jaar werd er weer geparadeerd voor het Leeuwarden gerechtshof. Toen namen de geallieerde troepen afscheid van Leeuwarden. De laatste beelden van de film zijn 2 jaar later opgenomen, in 1947, bij het bezoek van prinses Juliana aan Leeuwarden. Terugkeer van normale tijden betekende veelal het herstel van de vooroorlogse maatschappelijke verhoudingen. Voor velen die gehoopt hadden op een nieuwe tijd na de bevrijding was dit een teleurstelling. In 1949 emigreerde Eppie Bultsma met zijn gezin naar Amerika.